We gaan het letterlijk en figuurlijk hebben over een legende. Een legende in de gamingwereld. En dan heb ik het natuurlijk over Minecraft. Misschien wel een van de meest gespeelde en nog steeds gespeelde games. Ooit. Elke dag miljoenen mensen uh, die bezig zijn met bouwen, met uh, ontdekken van de wereld, voor avonturen beleven. Logisch dus dat Xbox, want dat is nu de eigenaar al een vrij lange tijd trouwens van de Minecraft franchise, um, graag spin-offs ziet van deze serie. En er zijn er al een aantal uitgekomen, maar nu is er een nieuwe en die heet dus inderdaad Minecraft Legends. En. Um... Ja, dit, dit was een grote release voor Microsoft. Dit is een grote release. Um, je hebt natuurlijk die base game heb je in je hoofd. En dan krijg je dit. En dit is toch volgens mij echt iets anders. Een ja. andere koek. Leg ja. mij eens even uit. Wat is Minecraft Legends? Ja, um, Minecraft Legends. Hoe zullen we dat eens uitleggen? Het is een actie RTS spin-off. Real-time strategy. Actie real-time strategy spin-off op de originele Minecraft game. En eigenlijk. Uh, het gebruikt characters uit het Minecraft-universum, het gebruikt de stijl van Minecraft, maar het is geen Minecraft. Mm -hmm. Het is een totaal andere manier van gamen. Je bent wel bezig met vergaren en bouwen, maar dat gaat ja, zoals een RTS eigenlijk. Dus uh, ja. het is een strategiegame in het Minecraft-universum. Ja. En, en ook nog uh, letterlijk in het Minecraft-universum. Want als je bijvoorbeeld Mindcoins hebt, dan kun je die nu uh, los van de, mi de base Minecraft-game kun je die ook uitgeven in Minecraft Legends. Dus dat, dat is allemaal met elkaar geïntegreerd. Ja. Uh, de maker van het spel. Uh, is Ook een RTS bedrijf, want zij zitten bijvoorbeeld achter Homefront uh, of Homeworld, moet ik zeggen. Homeworld, Homeworld, ja. ja um, dus duidelijk een, een rts invloed. Eigenlijk is dit ook het grootste gevaar van deze hele game. Want als je Minecraft zegt, dan gaan in ieder geval fanatieke gamers weten meteen wat over had. Je hebt natuurlijk te maken met kids en jongeren die het massaal spelen. Dus die denken: hey, Minecraft, vet, dat moet ik hebben, want alles wat Minecraft is, dat is leuk. En dan krijg je best wel iets heel anders, want ik heb wel een beetje Minecraft ooit geprobeerd. Het is niet zo mijn ding, dus ik startte dit ook op, uh, ook wel een beetje met die verwachting. En het is echt iets totaal anders. Sterker nog, ik vond het best lastig om door te hebben wat je exact moest doen, terwijl Minecraft nou zo fantastisch is omdat het zo intuïtief is. Ik, bedoel, nou, iedereen ik, kan ik, het. ik weet niet of het intuïtief is. Ik, ik bedoel, ik heb thuis uh, uh, een aantal kinderen zitten die uh, behoren tot de grootste Minecraft-fans van Nederland. Dus mm -hmm. toen uh, Minecraft Legends werd aangekondigd, werden ze helemaal gek nog voordat ze wisten wat het was. Ja. Yeah. En toen kwam die game uit. En dan moet je je voorstellen: Minecraft wordt dagelijks gespeeld bij ja. ons. En wat er dan vaak gebeurt, is dat ze vier spelen. Splitscreen spelen en dan kan iedereen meedoen, en dat is gewoon super leuk. Ja, weet je? en vooral in uh, creative mode, waarin je dus uh, uh, geen zombies hebt, of tenminste, je wordt niet aangevallen, dus dan dat is gewoon voor iedereen leuk. Ja, en um, wat ze ook veel speelden is een game die heet Minecraft um, uh, Dungeons. Ja, zeg dat goed, Minecraft Dungeons. ja, dat is ja. een beetje de Diablo-achtige variant, laat ik het zo zeggen. Ja, die is niet door. Um, uh, hoe heet het, door de makers van Minecraft zelf gemaakt? Mojang. Ja, is niet door Mojang gemaakt, maar is echt door een ander bedrijf gemaakt. En die um, Mojang baalde er ook van. Dat ze eigenlijk gewoon maar heel makkelijk dat die licentie uh, hebben uh, uitgeleend. Uh, en ja, daar is een hele goede game uit voortgekomen. Want die Minecraft dungeons is super cool. Dus bij mij thuis had iedereen ook zoiets van ja, ze gaan nu. Nu krijgen we een officiële Minecraft Dungeons, een beetje dat gevoel. Ja. En de kracht van Minecraft Dungeons is dat je ook weer met lokale multiplayer hebt, met of eigenlijk koop. Uh, met vier spelers co-op kan spelen met z'n allen in één scherm. Nou, dat is altijd leuk. Dat is mm -hmm. gewoon dikke pret. Mm -hmm. En deze shit, die fucking Minecraft Legends, daar kan dat dus niet mee. Ze hebben daar niet een lokale multiplayer gedaan. Er is, er is co-op, maar dan online. Ja. ja, maar dat is gewoon, dat is niet wat Minecraft uh, vet maakt. Dat mm -hmm. is het rare aan uh, wat ze hier geprobeerd hebben. In, want het is namelijk het concept van, oké, okay, een RTS, in, in, in feite kun je elke game namaken in Minecraft wereld. Dat is mm -hmm. geen probleem. Maar goed, dus dan, dan verwacht je een RTS. Dan moet het ook wel goed zijn. En dat is het hele probleem met Minecraft Legends. Het is zo oppervlakkig als de pest. Nou, ja, ik moet wel zeggen, dat, dat um, om, misschien is het ook handig om uit te leggen, van waarom werkt dit niet in Splitscreen? Want het is natuurlijk een game met best wel een grote interface. Er gebeurt heel veel. Mm -hmm. um, en ik moet zeggen, ik vond het juist best wel ver gaan qua opties. Er zit mm -hmm. best wel... Kijk, even, even kort uitgelegd. Minecraft Legends is dus... Nou, het is niet Minecraft. Dat hebben we al uh, bewerkstelligd. Je bent eigenlijk de uh, hero en jij moet proberen. Er is een invasie van, ja, Piglins heet ze volgens mij allemaal hmm. varkens. Die zijn, uh, die zijn de hele wereld aan het fysieken. Ja. Jij moet um, ja eigenlijk die Piglins hebben Fortresses gebouwd. En die moet jij met een uh, met behulp van golems, een soort kleine goons die achter je aanrennen. Moet jij die fortresses proberen te vernietigen? En ook je eigen. Je kan ook uh, villages weer reinforcen met muren. Het is een kwestie van vergaren. Je bent aan het bouwen en je hebt allemaal verschillende units. Ja. En op het eerste. gezicht. LA's, als het ware. Ja, die LA, LA's. De LA's, ja. LA's, dat zijn eigenlijk jouw helpertjes. Die vergaren je resources. En met resources kan jij weer golems bouwen. En je hebt hout golems. die kunnen goed aanvallen tegen units. Je hebt stone golems die kunnen goed gebouwen slopen. Maar je hebt ook de bekende uit Minecraft. Creepers die kunnen. In één keer gebouwen opblazen. Het is op eerste, in eerste instantie vond ik de game best wel oppervlakkig beginnen. Mm -hmm. Maar als eenmaal de boel zichzelf opengroeit, wordt het best wel erg veel. En dat was waar ik over na ging denken, um, is Minecraft, zeg maar, de Minecraft, saus is inderdaad heel erg op. Kinderen. Nou ja, bij kinderen loopt dit heel hard. Maar hoe ver de game ineens ging qua diepgang, begon ik me af te vragen. Leent Minecraft zich wel voor iets wat zo. Nou, en, en waarom? Waarom ja. zou je dit doen? Weet je, moet je dan maar uh, Minecraft spin-off games gaan maken om ze te maken? Of kun je daadwerkelijk iets toevoegen? En ik denk namelijk, in eerste instantie zou je kunnen zeggen: Oké, okay, in die Minecraft, die wereld is zo rijk. Daar is zoveel. Het is zo oud ook. Weet je, er is zoveel mee gedaan door de jaren heen. Je kunt er van alles aan toevoegen om die wereld rijker te maken. Maar in plaats van dat ze dat doen hier kiezen ze een heel specifiek gameplay mechanisme ja, RTS. En dan gaan ze zeggen van oké, okay, en dit speelt zich nu af binnen de Minecraft wereld. Waarom dan? Weet je, wat is dan wat is het nut van? Hoe maakt mm -hmm. dit de Minecraft wereld rijker? Mm -hmm. En dat doet het niet. En dat is het dat is het lastige hierbij. En ik heb het ook echt gezien bij mij thuis van iedereen ging zitten zo van oké, okay, de nieuwe Minecraft, weet je, we mm -hmm. gaan tada, wat zal het zijn? Nee, nee, en vervolgens na zitten ze een uurtje te spelen. Is het oké, okay, zet maar weer uit. weet je, Want het nee. is gewoon niet leuk. Nee. Ik, ik denk ook best wel dat het best wel lastig is, ook voor, uh, voor kids. Om even gewoon door te hebben. Want je bent wel bezig met micromanagement. En weet ik allemaal. En dat het al. Dat vind ik het tof aan, 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 aan Minecraft. Je kan gewoon een beetje kutten. En dan op een gegeven moment hebben ze wel door wat ze moeten doen. En iedereen doet het op zijn eigen manier. En hier is het gewoon heel rest, uh, restrictief. Doe het zo. Als het niet werkt, ja, dan win je ook helemaal niks. Dan wordt je hele fucking wereld overlopen door piglins en is het klaar met het spelletje. Ja. Maar dat, en... dat had er in principe niet erg hoeven zijn. Want Minecraft Dungeon doet ook iets heel afgebakends. Namelijk gewoon ja. dungeon avonturen met Minecraft characters. Alleen omdat die wereld zo tof is, komen ze ermee weg. En het is ja. gewoon super simpel en het werkt. Maar hier, en de beloning zit hem daar in hoe je je personage levelt. Ja. Maar hier heb je, niet, je hebt niet de beloning, je hebt niet de... Um, uh, de rijkdom van die wereld uh, speelt geen rol bij, bij, bij de gameplay. Want het in feite, ja, als je een strategy game wil spelen, je hoeft helemaal niet per se een Minecraft strategy game te spelen. En als je dit dan speelt, dan vraag je je af: van, ja, hoe, hoe is dit Minecraft anders dan hoe het eruit ziet? Ja. En het. Het voegt gewoon niks toe aan die Minecraft-wereld. Dat vind ik gewoon heel erg jammer. Ja, het... ze zullen natuurlijk altijd zeggen: van ja, je kan weer met die blokken kan je allerlei dingen bouwen. Maar dat kan dus niet. dat kan helemaal niet. Je kunt, je kunt uh, 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 objecten neerzetten. Je kan structures bouwen. Ja, je en... kan structures. Maar, maar je, kunt niet, je, ja. je kunt ze niet bouwen zoals je Minecraft bouwt. Je kunt ze niet naar eigen inzicht bouwen. Nee, dat is een gemiste kant. Want ik denk namelijk ook inderdaad, dat, en zeker, ik heb best veel Minecraft gespeeld vroeger. Ik uh, denk zo 2012 kwam die game uit of zo. Mm -hmm. of zoiets. Yeah. Toen vond ik dat heel vet. En Minecraft, ik kon altijd een het kan wegkomen met die stijl. omdat je alles ermee kan bouwen. Yeah. En ik denk dat de stijl op zich. dat alleen voor de diehard kiddo's die daarin zitten. is die stijl echt heel erg. dat trekt ze er wel in. Maar vervolgens ontvouwt daar zich eigenlijk een hele diepgaande. Ik vond het best ver gaan qua RTS mechanics. Ja. Zeker als je op de duur krijg je allemaal verschillende golems. En je hebt dan een, een aanvalsmenu waarin je elke golem maar een aparte plek kan sturen. En het wordt heel snel heel chaotisch. En ik denk dat deze game een beetje een soort rare paradox in zich draagt. Dat het heel kinderlijk eigenlijk mensen oh. naar binnen trekt. <laughs> maar vervolgens ja. je helemaal volbombardeert met allemaal mechanieken die. Niet echt bij Minecraft horen, plus je mist dat creatieve gedeelte. Ja, nou dat creatieve gedeelte, dat is dat laat ik zo zeggen: je mist het zo erg dat mm. er zelfs weinig van de game overblijft. En als, als er weinig overblijft en wat er overblijft is vet, zoals bij Minecraft Dungeons, dan Kun je er nog maar leven? Dan weet je gewoon van oké, okay, het is een afgebakend uh, spel. Ja, of maar als hier... het verhaal heel goed was. Ja, precies. Maar hier merk je gewoon: van ja, er blijft weinig over. En het is inderdaad, het is een gigantisch gemiste kans. Dat je niet uh, zelf objecten kunt bouwen. En kunt zeggen van dit is zo'n zo'n object. en dit spont bijvoorbeeld deze units. Mm -hmm. En dit is een, 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 een zo'n object. En het spont deze units. Of het heeft deze rol. Of het is een turret. Of weet ik veel, whatever. Weet ja. je, Maar in plaats van dat je dat uh, hebt. Want dan zou je nog zelf kunnen bouwen en je mm -hmm. stad vormgeven. Dat is er allemaal niet. Je nee. pleurt gewoon iets neer. En het ziet er gewoon Minecraft-achtig uit. Ja, precies. En de vraag ja. is: kijk, stel je voor, je komt met uh, Super Minecraft card. Zou dat kunnen in een Minecraft-universum? In mijn optiek ook niet. Want daarvoor, Minecraft werkt juist omdat je die eigen input van de makers hebt. Mm -hmm, kan ja. je de, ik heb de Amsterdam Arena gezien in Minecraft. Ik heb ze helemaal werkende motoren nou. gezien. Hier is het gewoon, ze hebben die units. Je moet die lore van Minecraft zo vet vinden voor echt diehard RTS-fans of Minecraft-fans. En als je allebei bent, nou, dan kan je je geluk niet op. Maar gewoon voor, ik denk, de bedoelde doelgroep wordt het een heel... Aparte ervaring. Want net wat jij zegt, kinderen gaan hier in het begin vol goede moed aan beginnen. En die verzanden in een soort van. Nou, het duurt. uit duurt een uur. Dan hebben ze iets van ze zijn ze rond aan het rennen. Ja. hebben ze heel veel rond gerennen, hebben ze een paar gebouwtjes neergezet. En dan ja. is iets van: what the fuck ben ik aan het doen? Maar ik vind het niet leuker. Ja. Wat wel jammer is, want ik moet zeggen: de core mechanics van de game. En ik heb ook eventjes de, de multiplayer gecheckt. Het werkt wel goed. Alleen, Minecraft, het werkt. De mechaniek werkt goed. Ja, alleen is Minecraft. De... Uh, 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 het zou natuurlijk heel raar wezen als dat niet zo is. Want die gasten hebben Homeworld gemaakt, wat best een goede RTS is. Maar ja. het, het is gewoon van. De crux zit hem in. Van Minecraft draait om user-generated content, om creativiteit. Dat, de, uh -huh. dat is gewoon wat leuk is. Mensen kunnen alles maken. En, en met name kids en jongeren hebben enorm veel fantasie. Dus die gaan er helemaal los in. Hier is alle creativiteit en fantasie is weggehaald. De enigste eigen inbreng ja. is schaaktechnisch, strategisch denken, hoe je Precies, je poppetje meer moet zetten. Maar ja, dat kan je inderdaad in elke andere game ook. Kijk, ja. Vergelijk het met Lego. Stel, ja. dus stel dat het een Lego game zou zijn. En wat ik vind dat een best wel een valide vergelijking, je hebt er volgens mij ook al Minecraft Lego inmiddels. Ja, dat bestaat. Kijk, stel je voor, dit LEGO is World World. Lego Legends. En uh, je, hebt, je hebt wat pieces. Kijk, Lego heeft natuurlijk hele sterke, iconische, terugkerende dingen. Je hebt de piraten, mm -hmm. de ruimteguys, je hebt de politiebureaus. al die dingen die steeds weer terugkomen. Dat zijn echt soort van branded dingen binnen dat merk. Maar bij hmm. Minecraft heb je ja, die creepers die komen wel terug. Dat is natuurlijk wel zo'n ding. Maar je merkt ineens hoe flinterdun eigenlijk, tenminste in mijn beleving. Hè, want dit is subjectief. Maar hoe flinterdun eigenlijk dat universum is als je de menselijke input eruit haalt. Dus de ja, user-generated content. Nee, ja, dat, dat, dat was ook helemaal de bedoeling. De mensen moesten het zelf maken. Ja, dat was het. Dus ja, ja, ja. je kan ja. dat niet gaan gebruiken. Want maar ik, wat ik zo raar vind, want ik um, niet zo lang geleden is het hele Mojang-team in Amsterdam geweest. Mm -hmm. En uh, ik ken een aantal van die gasten. En toen zei ik van, nou, weet je, kom, we gaan uh, bij, naar Blast Galaxy. Gaan we een biertje doen. En die gaan, we waren met z'n allen bij Blast Galaxy. Dat was heel gezellig. En ik heb, omdat mijn kids zo'n fan zijn van Minecraft, best wel lang met die gasten gepraat over Minecraft. En uh, uh, volgens mij heb ik een van die gasten toen ook nog eens een keertje bij Nerd Culture geïnterviewd. was een ja. Nederlander die is, uh, doet uh, design daar. En ik heb zoiets van... Ze waren allemaal ontzettend uh, uh, perfectionistisch over Minecraft. Ze hebben allemaal de lat heel hoog. Ze waren ook gefrustreerd over een aantal dingen van Minecraft. Mm -hmm. Er is bijvoorbeeld, er is een uh, volgens mij een geanimeerde serie van Minecraft die uh, niet officieel van hun is, waar ze heel erg van baalden omdat daar creatieve beslissingen zijn genomen buiten hun om. Uh, hetzelfde ging, uh, ging op voor Minecraft uh, uh, Dungeons. En als ik nou kijk wat die games of wat die dingen toevoegen, dan heb ik zoiets van ja. Het, die, daar hebben ze dat merk genomen. En zijn ze gaan doordenken en doorfantaseren over wat je ermee kan. En ik vind het zo raar dat als ze nu eigenlijk zelf de kans krijgen om dat te doen, dat het resultaat zo ontzettend weak is. Ja. Weet je, waarom besluit je om een strategy game zich te laten afspelen in die Minecraft wereld, als je niks met de Minecraft wereld. Ja, precies, doet. het Minecraft is universum gewoon raar. is gewoon niks. So. En, en qua strategie games, en ik hou best wel van strategie games, vind ik het gewoon niet tof, want dit is niet hoe een strategie game goed zou kunnen werken. Mm -hmm. Weet je, de Um, je hebt bij een strategie-game altijd dat uh, weet je, je hebt, je hebt dat gegeven van wat is de held bij ja. een game? Weet je, is dat de wereld waarin je zich afspeelt? Zijn dat de personages of weet ik van whatever? Nou, bij veel strategy-games is de, de strijd is de held. Weet je, dat is de opzet die je hebt. Hier zweeft het een beetje tussen. Is het toch Steve, je personage of een andere? Uh, is het toch de wereld of is het de strijd? De strijd is het in ieder geval niet, want dat lijkt wel van ondergeschikt belang. Als je kijkt naar de presentatie van de game. Dus dat is raar. Uh, ook de, wat ik zei, ja goed, misschien verschillen we van mening, maar ik vind de diepgang uh, van, de, van, de, van de strategy game zelf, van de strategie, van de battles, dat soort dingen. Ik vind het gewoon. Het, ik vind het niet meeslepend. Ik vind de vijand niet meeslepend. Uh, weet je, alle mm -hmm. dingen die eng zijn in de Minecraft wereld, zoals de creepers en weet ik veel wat. Op een of andere manier hebben ze dat niet gebruikt. De spinnen en weet ik wat. Dat, is, dat, dat speelt allemaal geen rol bij de nee, vijand. Dat, allemaal dat, zit, ja, dat zit aan jouw kant op een of andere manier. Mm -hmm. En dan heb je. Dus, ze, ze vegen ook nog eens een keer een reet af met, met wat die Minecraft <laughs> legacy is. Ja, of nou ja, het is een beetje een soort We Are the World met alle Minecraft-characters tegen de piglins. Maar dan ja, maar zijn de piglins zelf natuurlijk. Maar ja. wie zijn de fuck zijn de piglins? Ik vind dat heel raar, weet je. En het maakt gewoon geen sens. Terwijl. Weet je, Minecraft heeft een heel simpel doel. Weet je, je bouwt een wereld. En als je klaar bent met het bouwen en je wil een extra uitdaging. dan heb je nog een aantal modes. Bijvoorbeeld, weet ik veel dat je dus in. Uh, niet creative doet, maar. Uh, hoe heet dat? Dat je dus s nachts aangevallen wordt door zombies en andere beesten, En creepers en toestanden. Uh, dat kan. Um, maar daar, dan weet je, dan weet je nog steeds van het draait om het bouwen. En als je dat leuk vindt, dan kun je dat erbij doen. En hierbij. Dit is niet iets wat je erbij doet of zo, weet je. Het draait niet om die wereld. Nee. Het draait. Het enige waar dit om draait, als je dit speelt, is een zielige poging om een Minecraft-game te maken zonder een Minecraft-game te maken. En het resultaat is echt. Ja, ik weet niet, man. Het blijft hangen in het niks. Het zweeft. Nee. Ja, ik, ik, ik zou het niet slecht durven noemen, maar ik moet wel. Kijk, ik, ik, dit is. Nou, maar Matig, matigheid is ook een ding en in... maar, daar, maar, maar sorry, dan moet je in de reet vallen. Matigheid Matig is... bij een game van dit kaliber. Dat kan niet. Weet je, nee. we hebben hier jaren op gewacht. Ze hebben nu eindelijk tada, een grote nieuwe Minecraft game naast Minecraft en het is kut. Sorry, maar dat, de verwachtingen zijn zo hoog. Ja. Ze komen letterlijk tot hier. Ja, weet je, dan dan Nee, ja. ik bedoel fair enough en ik denk kijk wat wat ik zelf ook eerder al een beetje concludeerde van het Minecraft universum is user-generated content en het Minecraft-universum zonder die menselijke input het, het valt gewoon door de mand maar en... dat hoeft dus niet want dat is dat, dat zie je dus bij Minecraft-dungeons mm. daar zie je gewoon want dan wordt namelijk iets dezelfde iets gedaan je hebt een Minecraft-wereld en ze je hebt een dungeon crawler mm -hmm. erin. die heb ik niet gespeeld dus daar uh, I stand corrected wat dat betreft nou, goed, dan moet ik dat eens checken hoor maar dat is gewoon heel erg goed gedaan en wat, wat is er goed aan die wereld is leuk maar ook je personages die je dus levelt mm -hmm. nou dat is dat maakt het Minecraft. Want dat zijn jouw personages, hoe jij daarmee omgaat. Ja. En dat uh, en hier ja niks van dat alles. Ja. Wat, wat, ik, wat ik ook apart vind is, is uh, je hebt eigenlijk drie, drie opties in deze game. Je hebt de campaign, uh, Elke keer als je de campagne opnieuw opstart, de wereld wordt uh, used gener uh, die wordt ja die wordt uh, proceduraal. De, ja. Ja, ja. ja, precies. Procedureel uh, gegenereerd, oftewel elke keer is het een beetje anders. Dan kun je in de co-op mode kun je met elkaar uh, dat doen. En je hebt een PvP en dat laatste um, dat 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 kennen we natuurlijk allemaal vanuit RTS. Dat is uh, daar hou je van of daar hou je niet van. Ik weet boos jij speelt dat nooit. Jij speelt liever de skirmish en je, ja. en je uh, eenzaam. Maar competitief strategie dat is zo oud als de weg naar Rome. Alleen. Ik vind Minecraft is niet competitief. Jawel, dat is het wel. Ja, ja, ja je hebt absoluut ook de, de. Weet je, de battles met elkaar. En, en ik denk zelfs dat je daar wel ja. uh, uh, neigt naar de reden van deze game. Okay. ik denk dat ze met Minecraft meer die competitieve kant op willen. Mm -hmm. uh, yeah. En bij de base game heb je gewoon, ja, je hebt een soort multiplayer en dan kun je elkaar afvragen. Oké, okay, dus dat, dat is net als maar, is eigenlijk een beetje een opwarm. Dan je leer je alle ja. mechanics even en dan ga je naar de PvP toe. Dat, maar ja, maar goed, ja, die, guess, die ja. PvP ja. is het best, is best. Ik vind het best aardig gedaan aan de PvP. Los van het feit dat als je koop speelt dat je geen uh, tekst chat hebt, dat heel weird is. Dus als jij met iemand anders speelt, dan moet je die mensen per se in Discord hebben. Maar ik moet wel zeggen... Nou, kan ik kan toch op de Xbox ik heb heb, een chat? Ik heb ook een beetje de algemene consensus over deze game geprobeerd te checken. En ik merk gewoon bij mensen die echt vanuit de strategie-ingang die game checken, die vinden het op zich best vet. Ik denk dat de mensen die vanuit de Minecraft-kant erin komen, die blijven een beetje beteutend achter van wat is hier precies... Maar dat zijn wel de meeste. En die mensen ja, die strategie ja, ja. tof weg. vinden, die gaan kijken van oké, okay, ik heb ook nog heel veel andere hele vette diepgaande strategie games. Dat dus, is ja. mijn ding, want ik vind strategie namelijk wel tof. Uh, maar ik, heb, ik, ik vind dat bepaalde dingen tof zijn. Dus bij Homeworld, wat tof was, is dat je met die gigantische vloot en al die schepen. En het ja. voelde heel science fiction en vet. Mm -hmm. En, en dit voelt gewoon niet heel vet. Het is, ik bedoel, misschien is de, de gameplay oké, okay, maar ik moet je zeggen, ik heb deze game in eerste instantie beoordeeld op wat ik zag, uh, hoe mijn kinderen zich erop verheugden en hoe wat uiteindelijk het effect was toen de game uitkwam. En uh, ik zou, als ik dat zie, zou ik echt balen als ik hier uh, 60 euro aan laat uitgeven. Uh, gelukkig is het gewoon een, uh, een game, een game, game. Ja. Uh -huh. uh, maar ik, ik denk zelfs dan dat mensen met veel plezier het zullen downloaden. Hij is vervolgens... 40, trouwens. Oh, is hij veertig? Nou ja, nee, goed. Ja. Eigenlijk al een beetje Het dat dat eigenlijk al. Beetje, eigenlijk ja, al precies, ja, Het eigenlijk al. Ik denk dat ze er zelf ook niet heel blij mee zijn, om eerlijk te zijn. Nee, nee ik kan me dat ook wel voorstellen. Ik, ik zat ook, terwijl ik dit speelde, zat ik te denken, hadden ze niet een andere licentie? Hadden ze hier niet een, een Star Wars of weet, ik noem maar wat, weet je? Maar, o, iets anders. Maar, maar dit stuk, oké, okay, laten we even naar dat onderwerp. Als we kijken naar um, het, kijk, de, de, Mojang, de franchise Minecraft, is onderdeel van Xbox. En Xbox heeft één probleem. Games en dat moet nu eindelijk een keertje fucking gewoon eens een keer goed gaan komen. Hè? Er moeten gewoon games uitkomen op die Game Pass of voor mijn part betaald, maar in ieder geval Game Pass, waarvan je zegt fuck, ik snap helemaal waarom ik hier 15 euro per maand voor betaal. Fucking brede shit. Elke maand krijg ik weer. En de laatste tijd Redfall 30 frames per seconde, dat je denkt van why, weet je wel? Um, Minecraft Legends. Dat was echt... We waren hier allemaal heel enthousiast over. Dit, dit zou wel eens echt een klapper kunnen gaan worden. Krijgt allemaal zesjes, zeventjes. Weet je. Valt ja, gewoon ja. tegen, weet je ja. wel. En ja. uh, dit zijn... En, en, dit is natuurlijk ook een beetje het probleem. Um, um, dit voelt zo... Van bovenaf door een aantal pakken aangestuurd van... Oké, okay, Minecraft, jongens, we moeten daar dingen gaan, gaan mee gaan doen. Uh, en RTS. En, en waarschijnlijk zijn ze nog met drie andere ideeën bezig. Laten we dat die franchise veel verschillende dingen... Maar dat wil niet zeggen dat het kwaliteit is. En we zitten nou juist wat te wachten op kwaliteit. Maar ja. ik begrijp niet, want Minecraft Dungeons is echt heel goed. Waarom ja. hebben ze deze, dit idee aan deze studio uitbesteed? Ja. En waarom zijn ze er niet zelf bovenop gezet? Of waarom hebben ze niet zelf de game opgezet? Ontwikkeld. Want dat als ik, weet je, toen ik met die gasten aan het praten was, had ik het idee: Deze gasten zijn zo perfectionistisch. Ja. Die, het lukt ze niet om dingen uit de handen te geven. Ze doen het volgens wel en het resultaat is kut. Ja. Dat begrijp ik niet. Als je nou gewoon bang bent voordat het kut wordt. Zouden ze een hebben. Nee, nee, niet ik veel. Microsoft, ja. ja, misschien. Ik weet niet, als Software de game het goed doet, maar dat... Van, ja, oké, okay. Ik denk eerlijk gezegd dat Microsoft geïnvesteerd heeft hierin. Ja. Die game is uitgekomen. Het is typisch zo'n geval ook van, oké, okay, het geld is op, hij, kom, hij komt maar uit, weet je. Daar had ja. misschien wel meer in gezeten. Ze dus hebben vier jaar zo... aan gewerkt. Vier ja, jaar? Ja, ja. Met, wat, met tien man of zo. Ja, 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 dat, ja, is maar, dat is wat ik uh, lees. Kijk, en, en dat begrijp ik dus niet, want eigenlijk ja. had je hier al bij de eerste meeting over het maken van deze game had je al heel veel rode vlaggetjes kunnen opsteken. Want een game als Minecraft is toegankelijk voor iedereen. Je kan het aan jezelf, je oma, die kan het bewijzen van spreken. En het st hele strategie RTS. Ik bedoel ik ben gek op RTS games, maar het is, het blijft van alle genres denk ik wel een beetje een niche genre. Ja, tenminste, ik moet wel zeggen, ding, competitief niet. Hè, natuurlijk, misschien dingen als Dota, en weet ik veel, League of Legends, dat is natuurlijk gigantisch. Misschien proberen ze daar ook tussen te komen door Minecraft als een soort van wicht te gebruiken, maar ik denk dat ze daar gewoon, ja, je valt dus het wel in het schip. Want de kids die Minecraft vet vinden, gaan dit niet snappen. En de hardcore RTS-spelers die dat soort games spelen, gaan hier gewoon niet aan hun trek in komen. Het, het is, ja. Het, ja, ik weet niet. Ik kan niet 1, 2, 3 voorbeelden verzinnen hoor. Maar met grote franchises gebeurt dit mij te vaak. Weet je, of van Halo heeft het ook een beetje geprobeerd op een gegeven moment om daar ook een RTS-achtige game van te maken. Dat werkt ja. ook niet van. Het is altijd een beetje het idee. Oké, okay, de franchise is goed, of bepaalde, ja, een bepaald type gameplay heeft die franchise geld gemaakt. Nu moeten we spin-offs gaan maken, want men zit te wachten op veel meer van dat soort dingen. Ubisoft heeft er ook een handje met SSQ, daar komen er allemaal games van uit. En uiteindelijk willen de mensen maar één type game, namelijk de game die het groot heeft gemaakt. En lukken dit soort dingen vaak niet. Maar, maar het is, gewoon... is kijk, in, in, in theorie kan het lukken, maar wat jij omschrijft, met Helo is een goed voorbeeld. Wat ja. daar gebeurd was, is dat ensemble studios, makers van originele uh, ja. uh, hoe je het, uh, Age of Empires. Um, uh, dat, dat was gekocht door Microsoft. Die werden op een gegeven moment opgedoekt... want uh, ze vonden Age of Empires te niche. Uh, en vervolgens ja. werd er dan een beetje gezocht... van ja, wat kunnen jullie dan? En dan, ja, we hebben nog de Halo franchise liggen. Kunnen jullie daar iets mee? Ja, natuurlijk ja. zeg je geen nee... want het alternatief is namelijk dat gelijk de stekker eruit gaat. <laughs> dus dan gaan ze met tegenzin gaan ze aan de slag aan Halo Wars. Nou, ja. Dat wordt dan ook een middelmatige strategy game. Beetje een soort van experiment van... werkt dat op console, ja of nee? Hier exact hetzelfde mee hoor. Ik bedoel, deze game op de Xbox, het, gaan, het werkt wel... Maar het is gewoon, je ziet ja. gewoon, van de strategy games zijn niet bedoeld voor consoles. Nee. Dus je kan je kan hoog of laag springen, maar uiteindelijk werkt het niet, weet je. En dat, uh, um, dat heb je hier ook. Dus dat is aardig werken. Van, bedoel, maar het is echt ja, aardig. Ja, ja, maar ja, het is op, de PC, gespeeld. Het, uh, op de PC gespeeld. Ik heb het uh, op de PC gespeeld met een controller. Ja, ik ik ik, ik, ik vond, laat het zo zeggen, ik vind het overduidelijk dat het de, de hele de user interface is gewoon PC, weet je wel. En ik, ik, ik irriteer me daar als puur console-speler best wel aan. Ik van, oké okay, jongens, had even nagedacht hoe je dit met een console misschien makkelijker maakt. Maar dat, ja, het is gewoon met doorklikken en dan je komt er wel, maar het ja. is liefdeloos. En ja. dat, is, dat is wat je krijgt. En dat, ik begrijp dat liefdeloze niet, omdat ze, dat Minecraft-merk, dat is, ja. weet je, wij zeggen altijd, ja, GTA, uh, uh, Diablo, weet je, Blizzard Games. Uh, uh, maar Minecraft en Nintendo, maar Minecraft is ook zo'n hele puristische. Ja. Extreem grote franchise waar wat, wat gekoesterd wordt, waar niemand met zijn fikken aan mag komen, uh, en dan vervolgens komen ze met dit uit. Weet je, ja. van: Weet je, je hebt één job en dan, dan kom je met dit. Weet je, het is gewoon en nogmaals: Het is niet dat het heel slecht is, het is slecht binnen de context van de verwachting die een Minecraft game ja. wekt, mm -hmm. en dat uh, het is gewoon matig, ja. en matig is onvergeeflijk. Uh, voor een studio zoals Mojang. Ja, 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 je ja, ja. kan van, weet je, ik bedoel als uh, Rockstar morgen met een nieuwe GTA strategy game komt en ze komen met iets aan wat super kut is, dan, uh, of tenminste matig is, dan heb je ook zoiets van, wat is dit voor kut shit, weet je, dit moet ja. fucking fantastisch zijn. Ja, en zijn. het schaadt het merk een beetje, vind ja, ik dan. Ja, dat vind. doet het heel erg. En dat is gewoon jammer, want ja, dat had, dat had gewoon niet gehoeven. En wat mij betreft, los van het feit dat ik niet zou zeggen dat het per se daardoor een slechte game is, maar matigheid kan ook gewoon kut zijn. Zeker ja. als je er echt iets van verwacht. En ik nou, denk, ja, maar Oké, okay, goed. De game is niet oké. Okay. En dan zit er dus dit. Het grote probleem is nog steeds dat Microsoft er maar niet in slaagt om gewoon goede games in die gamepast te zetten. Zelf, weet je wel, hebben ja, Met 30 frames per seconde, waarvan je denkt: van oké, okay, jongens, doe dat niet. Sch, wacht even een half jaartje en maak dit goed. Want ze hebben al gezegd: we gaan dit goed patchen. Komt ja. goed. Dan denk ik, nee, niet nu uitbrengen. Dit. Uh, Precies wat Boris zegt, er moeten games uitkomen die druk zit daar nu gigantisch op. En er was toevallig dit weekend een verhaal waarbij een journalist, uh, of althans een insider, Jeff Grubbs, die had gehoord dat Highrus, dus uh, niet de kwaliteit of niet uh, had waargemaakt wat ze had beloofd te doen. En hij zelfs zei zelfs nog dat Microsoft, dat het management van Microsoft, niet blij was met hoe het gaat bij Xbox, er worden te weinig consoles verkocht en ze vinden ook dat. De, 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 de brands die ze hebben, worden niet goed in de markt gezet. En daar vind ik best wel. Dat is gewoon waar. Dat ja. is gewoon dat is waar. waar. Kijk ja. naar dit. Dit is gewoon een fout. Ja. En je ziet er ook nog eens een keer, de, de druk ligt erop. En dat is het vervelende. Zodra je als creatief bedrijf onder, de, onder corporate druk ja. komt te staan, dan is de creativiteit is weg. Want iedereen die creatief is, die weet uh, druk of geestelijke druk, of wat voor je ja. bent vakant, er komt geen, geen zinnige shit meer uit. Ja. En bij Microsoft is dat keer op keer op keer hetzelfde. Ja. En ik, weet je, ik, ik, ik vraag me, want ik heb heel vroeger voordat we Blam uh, gestart waren, werd ik, uh, uh, weet je, denk wat de, de, de copywriting, reclameindustrie, weet je, en dan kwam ik bij een aantal grote reclamebureaus wel eens over de vloer, en dan viel het me op hoe professioneel creativiteit gevormd kan worden, weet mm -hmm. je. En het vreemde is, in Nederland ligt dat niveau heel hoog. We hebben een hele hoogstaande creatieve industrie, mm -hmm. die dus um, uh, onder... Druk tussen aanlangstekens, uh, creatieve processen kunnen uitvoeren. En ik heb gewoon zoiets van bij de videogames-industrie, zie ik het tegenovergestelde. Het is ontzettend amateuristisch in hoe ze omgaan met creativiteit. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de media-industrie, weet je, exact hetzelfde. Daar is, daar is het ook heel moeilijk om met creatieve concepten te komen binnen tijdsdruk. Ja. Daarom zie je bijvoorbeeld dat uh, weet je de Netflix en Amazon het zo goed doen, omdat dat Vergelijkbaar eigenlijk gewoon indisch zijn. Weet je, dat zijn gewoon kleine uh, studiootjes of kleine, onafhankelijke uh, schrijvers, of scenario schrijvers, of regisseurs die met projecten komen en die gaan het dan uitvoeren. Maar dat idee, dat creatieve proces vond plaats voordat het verkocht werd. Hier is het tegenovergestelde aan de hand. Eerst wordt het verkocht en vervolgens gaat iedereen zitten, zo, wat zullen we gaan maken? We hebben mm -hmm. we hebben uh, 50 miljoen gekregen, we hebben vier jaar de tijd om, deze, uh, om een strategiegame game voor uh, ja. Minecraft te maken. Mm -hmm. Nou, en na drieënhalf jaar komen ze erachter, kut, kut, ja, het werkt ja, toch ja. niet kut. <laughs> maar ja, de dus, komt een of andere uh, boekhouder, komt er uh, over de vloer en die zegt, van, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar over zes maanden gaat dit uitkomen, ja, nee, ja, om wat, Hoe het, gaan we dat doen? De, omdat ze die druk hebben van uh, de, 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 de subscription model, waarbij elke zo, om de zoveel tijd iets moet uitkomen. Ja, maar ik denk namelijk niet, ik denk niet dat Microsoft het gaat kunnen fixen. Xbox gaat nou, dit niet kunnen fixen. Nee, dat, nee, nee. dat is best wel een gevaar. En wat, wat, wat ik me ook afvraag, want doe jij zei dus van, uh, wist jouw kids dat er een nieuwe, een nieuwe Minecraft aankwam? Of iets? Ja, we hebben echt trailers gekeken ja, okay, maandenlang. Nee, want ik vind Minecraft is, is, is huge. En ik merk gewoon uh, dat Microsoft hun PR om zoiets van de daken te schreeuwen, van, ik zie het niet echt. Maar misschien omdat de game slecht is. Misschien durven ze, Misschien het, durf ze het niet. ik had het eerder in de week bij Brieven Maandag, natuurlijk ook over. Uh, ik weet, ja, had ik het over eigenlijk dat Xbox. Ik vind dat ze een beetje aan het dolen zijn geslagen. En dat zie je in de naamgeving van de consoles ook al. Dat als ik dus aan vrienden van mij die al een tijdje niet hebben gegamed vraag, wat is de nieuwste PlayStation? Zegt iedereen PlayStation 5. En dan zeg je ja, een Xbox dan. Dan zeggen ze ja, Xbox 720, weet niet. En dan kom je bij de One, One ja, S. Ja, ja, dat is... Dat is, Ze zoeken wat dat merk is. Ja, ja, en ja. dat ja. zie je ook in hun, in hun manier hoe ze met die games omgaan. En Ze uiteindelijk... communiceren drie dingen door elkaar heen. Want er ja. is Game Pass. En uh, dat is ook op PC. En hoe dan? En Xbox... Uh, je had de Xbox One X en nu heb je de Xbox Series X. Ja, tuurlijk. Dat is zo, on, dat is zo onduidelijk als de pest. Ja. Ja. Ja, maar goed, is, het voordeel ja. is dat niks nergens niet te koop is. <laughs> dat, uh, ja, ja nee. een soort kwantitatieve assault op je portemonnee. Je kan nu ja. nog een Xbox One kopen. Mensen zullen misschien per ongeluk een Xbox One kopen... want ze denken, ja, dat zal wel de nieuwste zijn. Je, je weet het niet meer. Je moet, ja. je moet echt in de mediemarkt nee. iemand met een rood bloesje vragen. Van, Marketing ik... van Microsoft is echt slecht. Ja. En, en, ja. En, en, en het vervelende van Microsoft is dat je nu twee dingen uh, bewerkstelligt... Met deze game. Ten eerste de Minecraft-fans die huge zijn en misschien ook nog wel helemaal geen Game Pass hebben of whatever. Uh, die stel je hiermee teleur, want die gaan dit zien, die gaan dit lezen, die gaan het horen van vrienden of die kids hebben het erover op school. Van nee, dat moet je niet doen, man. Gewoon oude Minecraft spelen, weet je wel. Mm -hmm. Ten tweede uh, laten ze weer zien en nog steeds zien dat ze gewoon hun eigen games niet op orde hebben voor Game Pass. Dus dat maakt ook de hele tijd het verdedigen van het Game Pass-model bijzonder lastig. Want het is hartstikke leuk uh, en je, je snapt. Per maand meer waarom ze fucking Activision Blizzard die, die aankoop moeten, moeten hebben. Ja. Ze hebben games nodig uh, van kwaliteit en het luxe niet ja, en het om het zelf te maken. En het merk ook. En dat, ja. dat begin ik nu zelf. Ja, echt wel. Ik merkte dat al een tijdje geleden toen ik, de, ik had een Xbox One En toen had ik al zoiets van. Dat had zo'n halve. Kijk, zo'n halve Windows interface. En ik gun het Microsoft wel in dat opzicht. Dat ik de Xbox 360 vond ik een fantastische console. Qua hoe die in de. Los van de Red Ring of Death. Mm -hmm. Hardware-wise was dat allemaal mis, maar gewoon hoe die PR rond die console was, hoe de marketing ja, was. Dat was, dat was keihard. Dat was echt soort van: die console was er ineens, ja. die was overal, dat was, kei, dat was kraakhelder. Dit is de console die je moet hebben voor vet shit. Microsoft is nu soort van met Hagel aan het schieten op, op allerlei soorten doelgroepen en deze game is eigenlijk de soort van de belichaming daarvoor voor mij voor de verwarring waarin Microsoft maar, is je, maar je moet uh, Minecraft is veel groter dan Microsoft. Hè. Ik bedoel, ja. het is van Microsoft, maar, maar de, de game zelf is ongeveer op elk denkbaar platform uit op ja, mobiele ja. telefoons, ja. op de Mac en dan heb je ook <laughs> nog de Java Edition en de Bedrock Edition en weet je, het is gewoon die, op zich gebeurt er heel veel met Minecraft ja. en je moet er even induiken voordat je het allemaal snapt. Maar het is Echt speelbaar op ja, bijna elke console. Ah, ik heb nog een PSP-versie van Minecraft liggen. En dat is dus, hè, we maken ik er altijd grappen over. Die 2 of 3 miljard gamers zijn het in in, in, inmiddels die ze willen bereiken. Uh, Deze Vita, denk ik trouwens. Uh, Minecraft, dit is een licentie waarmee je dat zou kunnen doen, maar dat doen ze hiermee totaal niet. Ja, nee, het is en echt dat is bizar. Ja, ja maar, maar dat, dan, dat ja. is wat ik zeg van de verwachting. Als je dan met zo'n nieuwe Minecraft-game komt, dan kun je dit niet doen. Dit kan ja, gewoon maar niet. Maar dan is de vraag, want oké, okay, even de hypothese die ik dan, uh, die ik dan heb uh, neergelegd is RTS en Minecraft is geen goede combo. Denk je dat dat klopt of zou het wel kunnen? En zo ja, wat wat zou het dan wel nodig hebben om wel die RTS en Minecraft dingen samen Moet te brengen? Moet je het überhaupt ja. willen? ja dat ik denk nee maar nou ik, eerlijk gezegd je kunt het proberen het had gekund maar niet zoals dit Nee en sterker nog is er niet user generated niet iets wat heel vet is is dat niet meer een optie dat je dingen ja. gaat uitbrengen die kijkers maken en dat je er een portal van maakt waar steeds nieuwe content in plaats dat je fucking miljoenen gaat weggeven aan zoiets dat bestaat uh, overigens wel hoor je kunt zelf Minecraft maps maken en dingen die kun je verkopen in een marketplace ja uh, dat, dat is zelfs heel goed maar ik je kunt een aantal dingen programmeren maar het is voornamelijk gedrag van objecten of van ja. wezens en ik denk niet dat het mogelijk is om een hele strategy game te maken maar ja, weet je, het, hadden ze dat maar toegevoegd, dat je ja. misschien zelf meer kon maken, dan was ja. het een kwestie van tijd geweest voordat er wel een goede strategy game was. Nou, ja, ja, en dan was de game ook, dan had de game zichzelf constant blijven innoveren en uitbreiden. Zoals de originele Minecraft ook. Weet je, die game is gewoon, ze hebben gewoon een, een, een soort tabula rasa neergelegd voor iedereen. Ga hier maar opbouwen en het universum is inmiddels zo groot voor Minecraft. Maar zodra je het ineens weer in pijlers gaat vastleggen en dan krijg je dus dit, dan merk je dus dat het toch ja, te weinig vlees om de botten heeft om dat te kunnen ja. doen. Minecraft Legends dus. Niet bepaald een legende geworden.